Hoi allemaal, leuk jullie weer te zien. Zou je zeggen, ja, ben je nou weer in hetzelfde truitje? Ja, ik ben weer in hetzelfde truitje. Even wachten. We hebben ook altijd iets meer licht. Tada! Nou, ik heb hier producten die ik redelijk de laatste tijd veel gebruikt. Buiten de make-up. Make-up doe ik helemaal niet op. Veel te warm, veel te heet. Het smelt gewoon van mijn gezicht af, dus ik doe het lekker niet. Dus ik hou het alleen bij mijn verzorging. That's it, zoals je ziet. Ik heb niet eens mijn wenkbrauwen bijgewerkt. Hoe erg is dat? Nou, dat komt nog wel een keer. Zo'n grote zorg is dat nou ook weer niet. Dus, ik ga het in ieder geval zeggen. Ik ga zeggen wat ik de laatste tijd best wel redelijk veel gebruikt heb. In ieder geval deze borstel. Deze is van Tangle Teaser. Ik hoop dat je het een beetje kan lezen. En nat haar. Ideaal. Ik wil geen andere borstel meer. Mijn haar komt er veel beter en veel glanzender uit. In combinatie, deze is voor nat haar. Dan heb ik deze voor droog haar. Die is tegenwoordig nu ook in een borstel te verkrijgen. Deze heb ik toen in Newcastle gekocht, al heel lang geleden. Ik heb er 2 gekocht, dus ik heb er nog eentje voor. Dus als deze op is, heb ik er nog 1. Thank God. Soms schrik ik me wel eens. En dan heb ik de aftershave, de Sensitive Aftershave Balsam. Zeg maar, help bij rode bultjes voor irritatie te voorkomen. Nou, van het kruidvat. Perfect, je hebt echt niet veel nodig. Je hebt een heel klein pompje nodig. Ideaal. En het werkt ook. Dat kan ik je wel vertellen. Want ik ben het al een poosje aan het smeren. Dus als ik geschoren heb, dan is het wel een aantal dagen dat ik best wel... En vooral met dat warme weer, want dat gaat natuurlijk irriteren. Smeer ik me erin. En ik maak mijn gezicht schoon met Happy Soap. Dat is serieus, sinds dat ik het heb. Ik heb het niet meer later losgelaten. Dus kijk, hij is best nog vrij groot. Behalve de naam is al eraf. Het is gewoon geweldig. En mijn huid wordt er schoon van. En het is niet geïrriteerd. En het is plasticvrij. En diervriendelijk. Top. Rozenwater, face mist, ideaal. Die heb ik gewoon bij de Action. Helemaal top, perfect. En ja, ik ben er gewoon tevreden mee. En ik zal altijd zo'n flesje bijhalen. Ik heb 2 soorten deodorant. Eentje Ben Anna. Die gebruik ik meestal 's avonds als ik lekker gedoucht heb. Die ziet er zo uit. Dan moet je met je duim kan je dan omhoog drukken. Hij is, ik moet zeggen, goed. Ja, ik ben er best wel tevreden mee. Dus ja, goedkoop is het niet, dat kan ik je wel vertellen. 6,99 of zo, 6,95, wil ik vanaf weten. Maar ik heb hem in ieder geval een keer bij de aanbieding van 1 plus 1. Dus daar heb ik het van, dus ik heb er nog 1 op voorraad. En sinds kort gebruik ik van Terme antitransparant extra dry, 48 uur, ontspant en beschermt. Geur Zen White Lotus. Ik weet niet of die diervriendelijk is. Hij is wel vegan. Zover ik weet staat hij gewoon op de lijst van diervriendelijk. Dus, maar de lijst kan ook sowieso veranderen, maar ik gebruik hem wel. Want ik zie geen dingetje staan, maar ik hoop het wel. Ik zal het er in ieder geval opzoeken of dat wel zo is of niet zo is. Als het niet zo is, dan moet ik het toch opmaken en ermee stoppen. En een ander gaan zoeken. Deze is ook vegan. Dus allebei vegan. En die is ook vegan van de kruidvat. Maar hij is ook diervriendelijk, dus alle merken van de kruidvat is goed. Maar die 2 weet ik niet zeker. Dan heb ik
Jak. Jek. Jak. Zorjak. Met een Q. Zorgiel. Deze. Die staat wel op de lijst. Dat weet ik wel. Als diervriendelijk. Deze is van de postcode loterij. Dit zijn gewoon monzetjes. Ik ben het al een poosje aan het testen. En ik moet heel eerlijk zeggen, in het begin was ik er heel sceptisch over. Mijn gezicht begon ineens knalrood te worden. Maar dat kwam ook omdat ik heel weinig gezichtsverzorging gebruik. Het is gewoon gezicht wassen en afspoelen en rozenwater en klaar. Ik deed niet eens dag- of nachtcreme meer op, want de meeste kon ik niet tegen. En sinds ik deze gebruik, al een poosje. En deze is alle gevoelige huiden. In het begin dacht ik van, oh, zuivere kracht, dode zeemineralen. Maar ik moet zeggen, mijn huid is er aardig van bijgetrokken. Dus ik moet eerlijk zeggen, de sceptische is er al af. Ik ben er best tevreden mee. En ja, Ernst heeft nog een setje gewonnen. Dus ik heb nog een extra setje. Dus op dat betreft hoef ik eigenlijk nog geen dag- en nachtcreme en oogcreme te gebruiken. Nou, en mijn grootste fan, of mijn fan, is deze. Deze heb ik bij de Action gekocht. Is 1 liter. Ik drink er, als het even kan, 2 liter 's morgens. En op mijn werk drink ik ook nog 750 milliliter koud. Dus ja, ik kan niet meer zonder deze fles. Dus ik ga kijken of het nog een reserve is. Want als die kapot gaat, dan ben ik zeer teleurgesteld. En zo'n fles kan je echt nergens meer krijgen. Dus ja, helemaal top. Je kan er ook schijven citroen in doen. Of meloen. Of whatever. Besjes. Wat je wil. Maar ik vind het zo puur lekker koud. Lekker. Het heerlijkste. Dus ik zou zeggen, doe in ieder geval een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Druk op het belletje. Dan blijf je altijd op de hoogte. En een dikke zoen van mij.